daar zijn we weer. Nou, dit is onze laatste weekend in Veenendaal. Volgende week gaan we weer richting Ermelo. En komt het personeel van Mr. Jingles en Mimi komt weer terug. Wij waren de invalkrachten voor een maand. En volgens mij hebben we het best wel goed gedaan. Dus volgende week weer naar Ermelo. En daar gaan we de laatste 4 weken voor vertrek in naar Hongarije. Ik ben van de week mijn nieuwe bril gaan ophalen. Ik zit nu met mijn computerbril. Die had ik niet hoeven te vernieuwen, gelukkig, op sterkte. Maar deze bril, de bril die ook kapot was gegaan, de vorige, die heeft nou een nieuw montuurtje. Ik moet er zelf nog een beetje aan wennen. Maar ik vind hem leuk. Ja, nou, dat is het belangrijkste. Ja, ik moet er naar kijken, tenslotte de hele dag. Naar aanleiding van die bril. Ja, en hebben we een tip ontvangen van een volger om een bril aan te schaffen in Hongarije, omdat dat namelijk heel veel geld scheelt. Ja, dus daar ben ik wel benieuwd naar. En dan wil ik dus een zonnebril op sterkte daar gaan aanmeten. Deze bril heeft €381 gekost. Dus ik ben heel benieuwd wat die zonnebril gaat kosten. En dat is ook wel een leuk item in de vlog om het te hebben over de kosten tussen Nederland en Hongarije. Want dat is soms verrassend duurder in Hongarije en verrassend goedkoper in Nederland en vice versa. Ja, klopt. Dus dat is wel leuk om uit te uit eten is heel goedkoop. Naar de kapper gaan is heel goedkoop. Is nog leuk. Boodschappen doen in de supermarkt, dan ben je bijna weer duurder uit dan hier in Nederland. Zeker. Maar goed, dat gaan we je allemaal in een andere vlog laten zien. Ja, gaan we het even op een rijtje zetten. Ja, dat is wel, leuk. Wel leuk om te weten waar je nog echt je slagen kan maken in Hongarije. En waar je even toch moet oppassen. Verder zijn er nog meer vloggers in Hongarije. En Roos heeft ze, geloof ik, alle 6 gevonden. En gecontact. En die hebben allemaal een filmpje naar ons gestuurd om zich even voor te stellen. Hartstikke leuk. Dus dat komt hierna. En die laten ook zien hoe hun leven in hoe hun dagelijkse leven in Hongarije eruit ziet. Helemaal leuk om te kijken. En dankzij Jade, een van die vloggers, hebben we ook weer wat meer volgers erbij gekregen. Namelijk, we zitten nu op 155. We zijn helemaal blij. Yeah. Ja, super. Hartstikke bedankt dat jullie interesse tonen in ons kanaal en onze vlogs. Ja, precies. Dus deze maand allemaal nog een beetje vanuit Nederland. Maar vanaf 1 april zitten we natuurlijk ook in Hongarije. Ja, waar we gaan we daar al onze projecten en alles... avonturen gaan gaan we jullie daarin filmen. Meenemen. Ja. Helemaal leuk. Dus naast de vloggers die we straks uitlichten, hebben we nog een item over onze mooie natuur en onze omgeving. Die je allemaal kan bewandelen vanuit ons adres. Ja. Ja, nou dat is het volgens dat is mij wel een beetje. Dat is het een beetje voor deze keer. Dus nou, heel veel plezier met kijken. En, laat gerust een reactie achter. We hebben nog ergens een vraag over iets. Oh, en... Wil jij al de winnaars bekendmaken van de vorige prijsvraag die we hadden? Ja, ik ga de winnaar nu bekendmaken. We hebben helemaal geen winnaar. Namelijk helemaal niemand heeft ons gemaild. Ja, dus... wij dachten grappig te zijn door een prijsvraag uit te loven. En we hadden echt een prijs klaar liggen. En of je nou in Hongarije woont of in Nederland... We hadden voor €15 wel iets leuks kunnen doen toekomen. Maar uiteindelijk heeft niemand de moeite genomen om 15 keer het geroffel van de specht te tellen. Dus helaas geen winnaars. Dus gaan we zelf maar wat ermee doen. Ja, we gaan lekker zaadjes kopen voor de moestuin. En komt helemaal goed. Ja. Dus, nou, veel plezier met kijken. Veel plezier. En tot de volgende keer. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called a present. Voor zover bekend zijn er 7 Nederlandse vloggers in Hongarije, inclusief onszelf.
En bij deze wil ik jullie ze graag voorstellen, want ieder vlog heeft zo zijn eigen insteek en ze hebben zelf ook wat te presenteren. Voor degene die geen filmpje heeft, wil ik zelf even toelichten waar hun vlog over gaat. Iedereen heeft zo zijn eigen bijdrage, wat heel inspirerend en motiverend zal zijn voor mensen die meer willen weten over het leven in Hongarije. Om te beginnen wil ik je voorstellen aan Jade Nijenhuis. Hoi hoi, ik ben Jade van Schoten Avontuur Hongarije. Samen met mijn man Patrick, onze twee honden Engelse Bulldog Bakkes en Rottweiler Easy zijn wij in januari 2023 geëmigreerd naar ons vakantiehuis hier in Hongarije. Wij vloggen ons dagelijks leven met daarbij de ups en de downs van klussen tot moestuinieren, tot mooie wandelingen in de natuur. En wie weet, binnenkort, ja, over een aantal jaar, proberen wij zelfvoorzienend te kunnen leven. En daar zijn we nu heel hard mee bezig om dat op poten te stellen. Dat was het, dat zijn wij. Dan heb je Kaylee met haar hele hondenkennel en paarden. Samen met haar vriend zijn ze bezig in Gamash een bestaan op te bouwen. Hele leuke inkijk hoe zij met de dieren omgaat. Hey, hallo. Ik ben Kaylee en samen met mijn vriend Pascal wonen wij sinds augustus 2023 in Hongarije. Definitief. Wij zitten in het boerendorpje Gamash, grenzend aan de bossen die je achter mij ook kunt zien in de provincie Somogy. Het is voor ons hier geen vreemd terrein, want wij hebben hier nu al een aantal jaar een vakantiewoning die we nu zijn aan het omturnen tot ons definitief woonhuis. In Nederland woonden wij in Limburg, ik denk dat je dat ook wel kan horen aan mijn accent, in het dorp Hoensbroek. Dat ligt helemaal onderaan, grenzend aan Duitsland. Dus dat is waar wij vandaan komen. En samen met onze beestenbende beleven wij hier de mooiste avonturen. Dat met het klussen aan het huis is wat je kunt terugvinden op ons YouTube kanaal. Dus wil jij nou een eerlijke kijk in het leven van ons en hoe het hier nou echt is om in Hongarije te leven? Neem dan zeker een kijkje op ons YouTube kanaal Ons Hondenleven in Hongarije. En dan zien we jullie daar terug. Doei! Nou, dan heb je ook in het zuidwesten van Hongarije Gerard en Angela. Onze eerste vlog die wij gingen volgen toen wij ons gingen verdiepen in Hongarije. Zij laten zien hoe zij hun hele huis weten op te knappen. In anderhalf jaar echt de moeite waard om naar ze te kijken. Zeker als je zelf hetzelfde avontuur aangaat. Nou, dan hebben we Daan, andere economie. Die zit eigenlijk het dichtst bij ons. Hallo allemaal, ik ben Daan van Sloten. 57 jaar jong, ik mankeer lichamelijk van alles, woon in Noord-Hongarije en doe mijn stinkende best een zelfvoorzienend bestaan op te bouwen zonder budget, zonder vast inkomen. Voorlopig word ik nog gered door vriendelijke mensen, vaak wildvreemden, die wat geld voor me overmaken zodat ik diervoeder kan kopen en mijn rekeningetjes kan betalen. Het is niet heel veel, maar ik heb het niet rijk, ik zal er ook nooit rijk van worden, hoeft ook niet. Ik laat op YouTube voornamelijk zien hoe mijn dagelijks bestaan eruit ziet. Dus het bouwen van een kippenren of het zoeken naar eitjes of het maken van yoghurt. Er zitten recepten in, er zitten de tegenslagen in, er zitten soms kleine succesjes bij. Maar we doen het allemaal met humor en we blijven gewoon lachen en we houden de moed erin. Ik zou zeggen, kom eens een keertje kijken, je bent van harte welkom. Doeg! In Tapti, Cas en Tries. Zij hebben heel veel liefde voor de dieren. Ze hebben ze twee mooie varkens, een stel katten en een paar honden. Verder ook echte levensgenieters die denk ik heel veel mensen weten te inspireren hoe zij vormgeven aan hun leven. Hey, hallo! Jonapot! Jonapot, inderdaad. Wij zijn Cas en Tries. En wij zijn enkele weken geleden onze YouTube-kanaal gestart, die Cas en Tries Adventures Online heet. We vonden het leuk om ons avontuur hier in Hongarije met jullie te delen. En wij delen eigenlijk van alles. Denk aan waar we tegenaan lopen in Hongarije, de regels, geen regels, hoe wij leven met onze dieren, de omgeving, van alles waar voeding. We zin in hebben. Ja, voeding ook. Persoonlijke groei. Persoonlijke groei. Leek ons leuk om dat op YouTube te zetten en met de mensen te delen. En als mensen vragen hebben over Hongarije, dan kunnen ze die aan ons stellen. En dan kunnen wij met antwoorden komen. Ja. Of niet. Als we het niet weten, weten we het niet. Als we het wel weten, weten we het wel. Dus vandaar. We hopen hiermee mensen te inspireren. Dus wees welkom op ons kanaal. En dikke kus van ons. Yes. Bis laat. Doei doei.
Nou, dan wil ik als laatste aandacht besteden aan Open Arms van Hanno en Rodé. Die wonen een beetje bij Seclet in de buurt. Wij zijn Hanno en Rodé Tramper en wij brengen hoop voor gebroken harten en delen dagelijks over de liefde van Jezus in Hongarije. Hype de piep! Hoera! Deze mensen doen vanuit hun geloof heel veel goede dingen. Als je hun vlog ziet, dan betekenen ze echt wat voor hun dorp. Erg inspirerend. Zij zijn heel praktisch ingesteld door bijvoorbeeld de mensen die het slecht hebben mee te nemen op een uitje. Een gezellige dag in Boedapest van te maken. We namen ook een heel lief gezin mee. Een gezin dat nog nooit een uitje samen had gedaan, omdat er simpelweg geen geld voor was. Of ze te helpen verbouwen om een beter huis te krijgen. Via onze kerkelijke gemeente hadden we een oudere vrouw leren kennen die in een woonwagen woont. Eerst woonden ze samen met een familielid in een gewoon huis, midden in het dorp. Maar vanwege verzwegen schulden is het huis in bezit van de bank gekomen en verkocht. Het huisje waar ze nu woont was niet geïsoleerd en erg koud in de winter, maar ook ontzettend warm in de zomer. We isoleerden het huis met EPS. Dus dit zijn de mensen, en zoals je ziet en al hebt gehoord, ja, heel gevarieerde aanpak en dus voor elk wat wils. Als je zelf geïnteresseerd bent in een land als Hongarije, zie je in de omschrijving alle linkjes naar al deze vloggers en ze zijn zeer de moeite waard om te volgen. Dus abonneer je, kost je niks en je helpt iedereen aan wat extra bekendheid. Naast de vloggers in Hongarije zijn er nog twee bloggers. Dat zijn dus mensen die artikelen schrijven op internet. Dat is Nathalie van der Tuin en Lucienne van Eck. Allebei zijn de linkjes van hun ook hier in de omschrijving te vinden. Ook deze mensen schrijven iets over hun leven en hoe het hun vergaat. Nathalie van der Tuin heeft echt heel veel praktische tips als je geëmigreerd bent en een start moet maken. Lucienne schrijft erg leuk, is journaliste en beschrijft momenteel vanaf vorig jaar hoe haar leven in Hongarije vergaat. Ook heel interessant om te lezen. Deze keer wil ik jullie twee dorpelingen voorstellen. En de eerste, de onbekende vrouw, die in het voorjaar plotseling langskwam en naar de voortuin wees, naar een van onze planten. En ik begreep in eerste instantie niet zo goed wat ze bedoelde, maar uiteindelijk met de hulp van Margot bleek het dat ze een stekje van onze plant wilde hebben en ze beloofde een stekje terug te geven. Dat had iets met kleur te maken, maar van de plant wist ik nog niet eens wat het was. Dus in juni kwam ze op een goede dag weer terug met een plastic fles met water en haar stekjes. En in de zomer, toen begreep ik het wel. Toen was onze plant hartstikke mooi roze en haar stekje heb ik verder opgekweekt en ernaast gezet. En dat bleek de witte variant. Dus zo hebben we ruilhandel gepleegd en ik wist nog niet eens wat ik ging krijgen en wat ik had gegeven. Maar wel superleuk. Hier een ander dorpeling. En dit keer een mevrouw met haar kleinzoon trots haar grote oogst uit de moestuin laat zien. Alleen het is ons ontgaan wat het nou precies is. Weten jullie dat? Zo ja, wij zijn reuze benieuwd. Zouden jullie het in de comments of in de reactie kunnen geven van deze vlog? Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Madár. Madarak. Madár. Madarak.
de route na ruim een uur, 5,7 kilometer vanuit huis, steek ik een riviertje over. Dit is de Tellekes. Dit is het riviertje die bij ons achterlangs loopt. Achter ons huis. Op bijna 11 kilometer kom ik uit het bos. Daar weer een hele klim naar de top te hebben gedaan. En dan krijg je dit uitzicht. The hills are alive with the sound of music. Ik zei, er zijn er zes, maar er zijn er maar vijf, want er is er één ziek thuis. Maar wel ook nog... Oh, Ellie of de Vee, jee, en Hofus, aanrader, die voorstelling. Je aan ervaringen, je hebt de parade... Leuk hoor. ...die is opgericht uit de Nur. Gisteren hebben we van onze vriendin Ingrid restant behang gekregen. Moet je zien hoe mooi. Deze gaan we meenemen naar Hongarije en kijken wat we ermee kunnen. Maar ik heb een tijdje terug gratis keukenkastjes opgehaald. En nou zit ik net te bedenken, misschien kunnen we dan dit ook wel behangen. Want de keukenkast heeft een beetje vies roze kleur. Als je nou met dit behangt, wordt het waarschijnlijk een hartstikke gaaf kast. Dus wordt vervolgd.